Yo, kijkers van Watchjagger, welkom bij deze nieuwe video van Kingdom. Doe vast eventjes dat duimpje omhoog en geniet van deze leuke nieuwe aflevering. Dit is een verhaal uit oude tijden. Een eeuw waarin er oorlog en verschil in idealen steeds vergroot wordt. Empire, die steeds meer betrokken werd bij de tirannie van koningen, liet Zera in de steek. Tiranen verbanden hun trouwste bondgenoten om de mening van het volk te kunnen waarborgen. Hierdoor trokken mensen met hun droom en passie naar Zera om daar hun droom waar te maken. En ik ben daar één van. Ah, mijn arm. De pijn is verschrikkelijk. Ah, de pijn wordt steeds meer frequent. Er is geen ontkomen aan. Eens even zien. Het boek van Leon. Misschien ligt hier een antwoord in voor deze pijn. Het is maar goed dat Samal dit boek nooit gevonden heeft. Deze kennis zal nog goed van pas kunnen komen. De pijn. Het is genoeg geweest. Morgen vertrek ik naar Riverside. Dit gaat niet langer. Heren, we zijn op missie richting Myrdia. En er zijn daar geheimen die koning Samal nog graag zou willen bezitten. Maar gelukkig weet hij hier nog niks van af. Ik weet niet of hij mensen aangesteld heeft in Myrdia, maar wat ik nog wel weet is dat het fort in de ruïne ligt. Ooit was de fort van de verdomde Leon. En ik denk dat daar gestolen geschriften liggen. En deze wil ik koste wat kost in mijn bezit krijgen. Dus heren, in de zeilen. Het gaat nog een lange reis worden. Waar ben ik? Het ligt hier hout tegen de rand van de kust. De boot moet in onder gegaan zijn tijdens de storm. Ah. Oh, de pijn. Ik moet op zoek naar de anderen. Maar eerst moet ik een punt vinden waar ik kan zien waar ik ben. Die straal. Eens kijken wat we daar kunnen vinden. Mens, jij hebt hier helemaal niks te zoeken. Ga weg hier. Een monster. Laat me met rust. Ik wist niet dat ik te maken heb met een vechtersbaas. Vertrek onmiddellijk of ik gooi je van mijn eiland af. Het ziet er nou uit alsof ik hier wil zijn. Ons schip is verzonken tijdens een storm. Ik ben hier gestrand. Goed. Begrijp dat jij niet terug zal kunnen komen dan. Maar ik vertrouw alleen geen mensen. En al helemaal geen Malino. Geef het tijd. Is er een mogelijkheid om eventueel met de boot terug te gaan naar mijn land? Alsjeblieft! Ik heb een boot. Maar die is helaas kapot. Dan kan ik misschien helpen die te repareren. Dan kan ik terug naar Zera. Alsjeblieft. Als jij mijn boot dan zal repareren zoals je beweert, dan breng ik je terug. Ik heb zelf ook nog wel wat dingen daar af te ronden. Prima.
Laat die boot maar zien dan. Tijd voor slaap. 'S Nachts is het hier heel erg gevaarlijk. Kom in mijn tent, ik heb nog wel een slaapplek over. Ga hier maar liggen. Dit is stro voor de lama, slaap daar maar op. Bedankt dan, Gritscore. Ah! Ja, ik red me wel. Waarom is jouw arm eigenlijk zwart? En je gezicht grote brandwond? Dit komt door de transformatie. Het land Jenava laat al zijn bewoners een transformatie ondergaan, waardoor ze een half zwart gezicht krijgen. Dit maakt ze sterker. Ah, jij bent sterker dan een normaal mens dus. Klopt. Ook al begrijp ik niet waarom mijn arm ook zwart is. Ik ben de enige met een zwarte arm. Maar niemand kan mij vertellen hoe of wat. Ah, lijkt op het groene gesteente. Het wat? Groen gesteente. Stof die ork heel sterk maakt. Maar heeft flinke bijwerkingen. Werkt dat dan ook voor een mens? Ik heb er namelijk nog nooit van gehoord, om eerlijk te zijn. Ah! Ah, mijn arm. Ah, ik heb misschien een manier om jou te helpen. Maar dat is vrij gevaarlijk. Ha! Ah, ah. Een manier? Ik wil graag mijn arm behouden en ik denk niet dat amputatie een goede optie is. Ah, nee. Ik zal het uitleggen. Orkbloed is corrupt bloed. Ook bekend als puur corrupt bloed. Komt er orkenbloed in een lichaam, een menselijk lichaam, dan neemt het de plek van alle andere corruptie in. Daarom kan er bij een ork ook geen ziekte komen. Dit komt door een oude heks die ons geholpen heeft. Dus als ik orkenbloed in mijn lichaam krijg, zal de corruptie weggaan? Ik weet het niet zeker. Mens heeft het 10 jaar terug een keer geprobeerd, maar was niet zo zwart als jij bent. Het is niet anders. Deze pijn zal anders mijn einde zijn. En ik heb niet zomaar iets te verliezen. Het leven is nog veel te mooi. Passie. Ik wil het wel eens zien. Morgen zal ik de ingrediënten halen. En dan begaan we het ritueel. Leon. We zijn er bijna. Ah. Het is hier best wel bepost, om eerlijk te zijn. En er zijn ook zoveel ruïnes. Wat is hier eigenlijk gebeurd? Het volk is een aantal jaren terug verdwenen. Het eiland is uit de zee herrezen. En nu ben ik de laatste ork. Vaxios heeft dus veel mysteries. Ah, ja. We zijn er, kijk. Hier moeten we zijn, volg mij. Ga daar maar staan, daarachter. Ik plaats de elementen. En ik zal de spreuk spreken om het ritueel in gang te zetten. Wat? Spreuk? Magie? Wat? Faxi, Nosankis Diorke, Mortis Floro, Sentinam Diorke.